פרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. God geeft de opdracht om een heiligdom te maken. En hij belooft dat we asu li mikdash, wanneer ze voor mij, zegt God, een heiligdom zullen maken, dan vishaganti betocham, dan zal ik daarin wonen. Maar, opmerkelijk, er staat niet vishaganti betocho, ik zal daarin enkelvoud wonen, maar er staat betocham, in hen wonen, meervoud. En dat wil zeggen, niet alleen het heiligdom dat praktisch gebouwd moest worden, maar ook het geestelijke, spirituele heiligdom, dat eigenlijk iedereen zichzelf moet bouwen. En als men dat doet, dan belooft Hashem, dan belooft God, dan zal ik in jou wonen. En wat moet je doen om een dergelijk heiligdom te bouwen? Dan kijken we wat er praktisch toen in de woestijn moest gebeuren om dat heiligdom te bouwen. Er waren materialen nodig en die materialen die moesten geleverd worden. Er was een vaste afdracht, dat moest iedereen betalen, maar er was ook een vrijwillige afdracht. Kol nediv lebo. Ieder die naar zijn gevoel dacht, ja, dat wil ik geven. Goud, zilver, koper, kleden, andere materialen, om daarvan dat heiligdom te bouwen. Er wordt ons vaak gevraagd om de dief leef te zijn, om bereid te zijn om geld af te staan. En laten we eerlijk zijn, dat valt niet altijd mee. Je hebt hard gewerkt, heb je ingespannen, letterlijk met lichamelijk, maar het kan ook zijn verstandelijk, geestelijk ingespannen. En je hebt verdiend. En dat wil je dan eigenlijk toch wel voor jezelf hebben. Oh, best, je kan wel wat afstaan. Maar er wordt toch regelmatig een beroep op ons gedaan om geld te geven. En laten we eerlijk zijn, Joods Nederland heeft op het ogenblik echt veel geld nodig om het systeem van ons, van het EDK en van de Joodse gemeente te laten voortdraaien. Hoe moet je dan tegenaan kijken? En dan denk ik eigenlijk wat we steeds weer in het bensje zeggen. Helemaal in de eerste bracha zeggen wij, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hazan et haolam kulo. U bent het die de wereld voedt. En we zeggen daarna, meer aan het eind van de bracha, ki huzan, u, hij is het, God is het, die voedsel verschaft. Om een farnes lakol, parnasa geeft, om etif lakol, goed is voor ieder. Om egin mazon en voedsel klaarmaakt, lechol beriotav asher bara, voor alle schepselen die hij heeft geschapen. En we durven dat met een bracha te beëindigen. Als er een twijfel is, mag je een bracha niet zeggen. Maar we hebben helemaal geen twijfel daarover. En we zeggen dus, Baruch atah Hashem, hazan et hakol, geprezen u, God, die allen van voedsel voorziet. Je zou het zo kunnen zeggen, je moet jezelf zien als een pijpleiding. Er is die hemelse voorraad van Baruchot, zegeningen. En die zegeningen kunnen terechtkomen, onder andere in de vorm van materieel bezit. Maar je bent een pijpleiding. Dat wil zeggen, dat loopt via jou. Het is niet helemaal van jou. Je mag beschikken, maar een pijpleiding geeft het weer door. Als je dat gevoel hebt, bij jezelf ontwikkeld, dat inzicht krijgt, dan wordt het eigenlijk veel makkelijker om geld te geven wanneer daar om gevraagd wordt en zelfs wanneer daar niet om gevraagd wordt. Dat onder andere kunnen we leren uit de parasha van aanstaande Shabbat. Deze Shabbat is het 6 Adar, dus dat is makkelijk uit te rekenen dat het zondag 7 Adar is.
En wat is 7 Adar op de Joodse kalender voor een bijzondere dag? Het is de geboortedag van Moshe Rabbeinu. En het is de sterfdag van Moshe Rabbeinu. 120 jaar oud overleed Moshe. 40 jaar lang heeft hij het Joodse volk geleid. 40 jaar was hij voor ons. Hij heeft ons raad gegeven, advies. Was een levend voorbeeld voor ons. En als het nodig was, heeft hij voor ons gepleit bij Hashem. En we weten hoe zijn gebeden zijn verhoord. Die gebeden zijn verhoord. Alleen het gebed voor zichzelf, daar heeft Hashem anders over gedacht. Maar wat hij voor ons heeft gedawend, gepleit, dat is verhoord. Maar toen was Moshe Rabbeinu overleden. Nee. En zoals het Zohar dat uitdrukt. Tzadik, de Eet Patar, een tzadik die overlijdt, bevindt zich in deze wereld nog meer dan die zich in deze wereld bevond voor hij overleed. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Ook een uitspraak over Moshe. Zoals hij voor ons heeft gepleit, zo pleit hij nog steeds voor ons. En Moshe wordt genoemd de Raya Mehimna, de herder van het geloof. Zoals een herder zijn kudde verzorgt en zorgt dat de kudde krijgt dat wat de dieren nodig hebben. Zo is Moshe Rabbeinu nog altijd de herder die ons inspireert om emuna, Gods geloof, en bitachon, Gods vertrouwen te hebben. Maar hoe moet je je dat voorstellen? Dat een tzaddik, dus na zijn overlijden, als het ware nog meer in deze wereld is dan voordien. En het vierde deel van Tanya, van de Bala Tanya, Alter Rebbe, daar legt hij uit dat tzaddik is vooral een spiritueel wezen. Oké, wij zien een lichaam en projecteren dat van ons naar hem, net zoals wij vooral stoffelijk zijn. Nee, bij tzaddik is dat vooral geestelijk. Gevoelens van Ava en Yira, van liefde voor God, van ontzag en vrees voor God. Spirituele gedachten, spirituele gevoelens, dat is vooral de tzaddik. En als wij bij een tzaddik komen, dan worden wij daar door geïnspireerd. We nemen het als het ware in ons op. Maar wanneer die tzaddik niet bij ons is, ja, dan is er een afstand ontstaan. Maar wanneer een tzaddik overlijdt, dan is die driedimensionale begrenzing is er niet meer. En er kan eigenlijk meer aanwezig zijn, niet zichtbaar, maar toch meer aanwezig zijn dan die aanwezig was toen hij nog hier op aarde vertoefde. En zo, heel in het kort, legt de Alter Rebbe in Tanya uit wat dat dus wil zeggen. Dat een tzaddik, de istalek, die van deze wereld is weggenomen, tegelijkertijd nog in deze wereld en nog meer aanwezig is. En dat is zeker vanzelfsprekend ook van toepassing op Moshe Rabbeinu, op Moshe. En gelukkig zijn wij dat wij, wetend dat dat zo is, en ons daarvoor openstellend, elke keer weer de inspiratie vinden om verder te gaan met het vervullen en het leren van de Torah, die Torat Moshe wordt genoemd, de Torah van Moshe, want hij was het die de allerhoogste vorm van profetie dat heeft mogen neerschrijven voor ons en mondeling heeft mogen doorgeven in de Torah Shebichtav en de Torah Shebalpe, in de schriftelijke tekst en in de mondelinge tekst van de Torah. Wat betreft dat Mishkan, daar gaan we nog even op terugkomen, daar wordt van verteld dat het Mishkan, dat heiligdom,
was onder andere gebouwd van shittimhout. Nou, wat precies shittimhout is, welke houtvorm dat is, dat weten we eigenlijk niet zeker. Maar in de boeken wordt uitgelegd dat het woord shittim hetzelfde woord is als stoet. Stos, zeg maar wel eens. Dwaasheid. Nou, wat heeft dat met elkaar te maken? Waarom moest dat Mishkan gebouwd worden van hout, waarin een bepaalde verwijzing is naar het begrip van dwaasheid? En de vorige Rebbe legt in zijn beroemde Ma'amar-verhandeling, die geleerd werd op 10 Shevat, wat later zijn overlijdensdag bleek te zijn. Hij legt uit, je hebt twee vormen van stoet, twee vormen van dwaasheid. Negatieve, onreine dwaasheid en stoet, die kedusha, dwaasheid van heiligheid. Nou, wat dwaasheid is van stoet, van onzinnige dwaasheid, dat hoeven we eigenlijk niet uit te leggen. Of misschien moeten we het wel uitleggen. Dat wil zeggen, we weten, Hashem heeft ons de Torah gegeven. We weten dat als we ons niet al die eeuwen lang, ondanks alles aan de Torah vasthouden, dan was er geen Joods volk meer. We begrijpen dat als we willen dat onze kinderen, onze kleinkinderen, ons verdere nageslacht als Joden door het leven zullen gaan, ja, dat we dan aan dat Jodendom moeten vasthouden. En we zien, als dat Chassidus Shalom niet gebeurt, hoeveel van onze mensen voor ons volk zijn verloren. En toch, dat we elke keer weer deze conclusie, als het ware, naar ons neerleggen, daar niet verder mee gaan. Dat is een vorm van stoes, van stos, van dwaasheid. Ja, tegen beter weten in. Wat moeten we doen? Hoe los je dat op? Rambam, in zijn halachisch werk, spreekt over de gulden middenweg. Dat is de mooiste weg die men kan gaan. Niet te veel naar die kant en niet te veel naar die kant. Maar, zegt Rambam, dat wil zeggen, als men op die weg is en dan zich op die weg kan blijven, maar wanneer men merkt dat een gegeven ogenblik men naar één kant, en dan in dit geval, dus naar een negatieve kant wordt getrokken, dan is die gulden middenweg niet meer een goede weg. Dan moet men naar de andere kant toe gaan. En dat is hetzelfde hier. Wanneer wij zien in de hedendaagse opvattingen een dwaasheid, een stoes, een onreinheid, dan is die gewone, die gulden middenweg, zoals we misschien dat vroeger konden gaan en op die weg konden blijven, is niet meer voldoende. En daarom gebeurt dit, dat we op een gegeven ogenblik zien dat de mensen, ja, die Baalei Teshuwa zijn geworden, die op de weg van de Torah gekomen zijn, soms wat overdreven bezig zijn. Misschien een beetje te fanatiek bezig zijn. Nee, het is niet te fanatiek. Het is gewoon een must dat we nu meer moeten doen. En wat meer moeten, de stoets van de kedusha, die dwaasheid, maar van die heilige dwaasheid moeten vasthouden. Gewoon omdat de sfeer in de wereld, in de maatschappij, ons daartoe dwingt. Dus wanneer u dat ziet, of u voelt dat bij uzelf zo, dan is dat niet iets om daarover op te winden. En alsjeblieft, distancieer je daar niet van. Probeer daar begrip voor te krijgen. Zelfs als je het zelf niet doet, maar als je ziet een ander dat wel doet, probeer daar begrip voor te hebben. Hij, zij heeft daar behoefte aan. En we zien in de wereld dat het nu eenmaal noodzakelijk is. Willen we onze mensen behouden, dan kan het niet, helaas misschien, maar niet anders dan op die manier. En zo proberen we dus ook de rabbaniem in Nederland en de Joodse leraren en Joodse leraressen om misschien een beetje afwijkend
van het typisch Nederlandse Jodendom van voor de oorlog. Ja, maar dat werkt niet helemaal meer zo. En daarom hebben we dus de Stut Dike Dusha, de dwaasheid van heiligheid. En uiteindelijk is het de Torah die ons deze gedachte komt leren, omdat we dat hout van Shittim moesten nemen. En zo hopen we met z'n allen een Mishkan te maken. En zoals Moshe toen ter tijd het Mishkan heeft gebouwd en Gods majesteit daarin is afgedaald, zo pleit Moshe nog steeds voor ons. En we mogen hopen dat, zoals toen is gezegd door God, Ba'asuli Mikdash, maak voor mij een heiligdom. Vishaganti betocham, ik zal daarin wonen. Dat het ook in onze tijd zo zal zijn, in het spirituele heiligdom, dat ieder in zichzelf kan en moet bouwen. Vandaag is het, deze Shabbat is het, 6 Adar. We zijn dus al bijna een week in de maand Adar. We hebben al vorige week gezegd, Mishenechnas Adar, Marbim Bisimcha. Als vanaf dat Adar begint, moet de vreugde groter worden. Dat wil zeggen, elke dag weer groter dan de dag ervoor. En ik wil u gewoon vragen, nou, en lukt dat? In ieder geval wens ik u toe, en mezelf ook, dat Marbim Bisimcha, dat we inderdaad, dat de vreugde steeds groter wordt voor ons persoonlijk en voor heel Am Yisrael, voor het hele Joodse volk. Shabbat Shalom.